Hallo kijkers, welkom bij B-School van mijn YouTube kanaal Sherelle Ish. B-School is een nieuw concept waarin ik naar verschillende scholen ga, ROC, hogescholen, waarin ik studenten ga interviewen, scholieren over verschillende onderwerpen zoals school, toekomst, werk, liefde, social media enzovoort enzovoort. En we waren net bij het Windermeer College. Helaas kregen we daar niet de toestemming om te filmen vanwege de nieuwe privacywet. En gaan we het nu een beetje anders aanpakken. Dus kom maar mee! Nou, ik heb hier een geslaagde naast me. Kan je jezelf voorstellen en waarvoor ben je geslaagd? Ik ben Manio, ik heb eindelijk niveau 3 gehaald. Ik ben al een tijdje bezig geweest met school. Ik heb het nu gehaald, dus ik ben er tevreden mee. En welke opleiding heb je gedaan? Verkoopspecialist, marketing. Ah, dus ik, het werd tijd. Was het een struggle om je diploma te halen? Nee, het was niet per se een struggle, maar ik ben een jongen die goed bezig is met heel veel andere dingen. Dus vandaar. En wat wordt je volgende stap? Ga je doorstuderen? Ik denk het wel. Ik weet nog niet zeker, maar ik denk het wel. Fulltime drugs dealer, je hoort het. Dat is zonde, ja, van je diploma. Nee, zeker. Dat is niet echt wat ik ga doen. Maar ik zit nog even te kijken. Ik maak muziek, Marnie.02, voeg me op Snapchat, kan je kijken. Verder, ik ben nog bezig. Ik ben nog bezig met een heleboel dingen uitwisselen. En je hebt je diploma echt net gehaald? Net opgehaald. Ik was al half dronken, dus mijn tweede fles al. Oh, maar het is gewoon om te genieten, waarom niet? Ik heb het gehaald, ik ben net 18, je weet toch? Ook nog? Dus waarom niet, precies. En was het een officiële diploma-uitreiking? Of ja, het was officiële, ja. En je hebt je vrienden meegenomen? Of zijn het, Zeker. Dit is geen vrienden, dit is familie voor mij. Dit is alleen maar liefde. Ja, het zijn broeders van de buurt die ik ken. En hoe trots zijn jullie op hem? Sowieso heel trots. Hij had het in 1 keer gehaald, 0 keer gezakt. Hij doet zijn school goed, ik ben trots op hem. Al vanaf kleins af aan. Zeker. Ja. Okay. We moeten dit doen, man. We moeten dit halen. Nou, gefeliciteerd. Hoe heet jij? Romano en? Richie. En jullie zitten hier op school? Ja. Bevalt het? Jawel hoor. Wat kan je vertellen over deze school? Het is een leuke school met een mix van culturen, Nederlands, buitenlands. En ja, het vind ik wel goed voor deze school. Dat iedereen hier kon kan leren en gewoon zichzelf was en wie is en van zijn nationaliteit kan steunen. Ja, want dat is mijn thema van vandaag. Kan je zelf zijn hier op school? Heb jij het gevoel dat jij jezelf kan zijn? Ja, je hoort niet echt af te raken door jullie hier slecht. Ze proberen je juist te verbeteren. Je kan wel jezelf zijn. Als je bijvoorbeeld met kleren komt uit een ander land, dan gaan ze hier niet zeggen van hey, je kleding is lelijk of zo. Dus je wordt niet beoordeeld? Je wordt niet beoordeeld op wat je aan hebt of wat je draagt. Of hoe je eruit ziet. Iedereen is gewoon gelijk. Oké. Dat houden ze hier gewoon zo. En ik zie dat jullie een bepaald soort uniform aan hebben. Wat is dat? Is dat voor een uniform? Voor onze opleiding. En welke opleiding doe je? HTV. Nog een keer, handhaving. Toezicht. En veiligheid. Ja. En wat kan je met die opleiding doen? Kan je op straat, kan je hier. Solliciteren bij de handhaving en kan je werken bij de handhaving. En als je het heel goed doet op school, kan je nog bij de politie. En dan heb je een certificaat dat je bij de politie kan. En solliciteren kan je bij de politie. En hoeveel jaren duurt deze opleiding? 3 jaar. 3 jaar. En jullie zitten in hoeveel jaar? Eerste jaar. Oh, eerste jaar. En willen jullie daar nog verder studeren? Ja, we gaan het eerst even afronden en dan kijken we. Is het zwaar? Voor mij, ik vind het niet zo zwaar, maar je moet wel gewoon je best doen. Voor mij is het wel winnen, want ik heb hier voor beveiliging niveau 2 gedaan. Dat is het wel echt, dan krijg je meer ruimte om zeg maar, te kloten. Zeg maar. Mm-hmm. En hier is het wel echt gewoon meer discipline en meer praktijk en meer stof. En meer aantekening maken en meer leren. Dus het is wel even winnen, maar het is niet per se moeilijk. Oké. Okay. Nee, en willen jullie nog een boodschap meegeven aan de toekomstige scholieren? Ik kom zeker naar deze school. Het is gewoon om aan te raden. En als je hier komt, ja, gewoon je best doen. Heel belangrijk. Hard werken. Ook belangrijk. En dan kan je later een goede baan krijgen. Oké, dank jullie wel. Alsjeblieft. Ik
ben meneer Panos. Ik ben begonnen 2017 hier in Belmer. In de wintertijd werken bij Avea. Zomertijd ben ik bij Nelson Mandela Park. Ik verkoop Surinaamse, Italiaanse, Turkisch, Mediterraanse eten. Ik denk, ik heb best peper. Ja. Panos, zelf gemaakt. 100% is natuurlijk. Oké. Okay. Geen dinges. En die, spicy. Ik denk, die peper heeft wel toekomst. Als je eet, je krijgt geen maagpijn. Ik geef jou garantie gewoon, broer. En wat vindt u van de studenten hier? Dat zijn lieve mensen, internationaal. Ja. Gewoon aardige mensen. Gewoon goede mensen gewoon. Ik vind het leuk. Ja, ze zijn open, komen praten met u. Ja, ze vinden het leuk met mij. Meestal kennen ze mij, ik ken hun. Ik heb goede communicatie met hun. Dus u heeft vaste klanten? Ja, meestal vaste klanten. Ook komen veel van de ROC. Ze vinden mijn brood, vooral dunner, lekker, komen ze van de ROC. En komen de docenten ook wel eens? Ja, docenten ook. Allemaal, alle mensen, toeristen, zandloop hier komen naar mij. Mensen die hier wonen, die mij kennen, komen ze bij mij. Als u iets mag vertellen over de studenten van deze school, denkt u dat, dat zij zich thuis voelen op school? Jawel, en over school binnen, ik weet het niet, ik doe mijn werk. Oké, dank u wel. Hai, voor alsjeblieft. Hallo, wie heb ik hier naast me? Romeisa. En jij zit op deze school, Hogeschool van Amsterdam. Mm-hmm. En welke opleiding doe je? Ik volg International Business Studies. En in welk jaar zit je? Eerste, ik ben net begonnen. Oh, oké. En wat deed je hiervoor? Hiervoor heb ik een andere opleiding gevolgd, ook aan het HVA. Mm-hmm. Maar op een andere, ook in de Bijlmer, maar op een andere locatie. En ik deed verpleegkunde. Oh, dat is iets heel anders. Heel anders. Het was gewoon helemaal niks voor mij. Mm-hmm. Ik vond theorie wel super leuk. Ik hield altijd van biologie en dat soort dingen. Maar bij die opleiding moet je in het eerste jaar al heftig stage lopen. Dus echt in het ziekenhuis of in een kliniek. Mm-hmm. En ik heb dat gedaan voor een hele lange tijd. Maar uiteindelijk, weet je, het is wel goed dat ze dat doen aan het begin. Weet je, dan voel je echt wat waar het vak over gaat. Yeah. Maar ik kwam gewoon tot de conclusie dat het echt niks voor mij. Nee, helemaal niet. En het is wel heel anders dan deze opleiding. Yeah. Het is echt een switch. Maar ik voel nu wel echt dat dit echt beter bij mij past. En hoe merk je dat deze opleiding beter bij je past? Hoe merk je het? Nou, voor mij, voorheen bij mijn opleiding, als mijn wekker gaat in de ochtend, weet je wel. Mm-hmm. Ik had er gewoon geen zin in. Ik ging met zoveel tegenzin. Echt vechten tegen mezelf. Je moet het doen, want je moet het halen. Blablabla. En op een gegeven moment denk ik van, voor wat dan? Yeah. Ik vind het helemaal niet leuk. Voor wat vecht ik? Waar vecht ik tegen? En hier ga ik echt met plezier naar school. En ik vind het allemaal heel interessant. Dus bij deze studie moet je ook in het buitenland, moet je in het buitenland minimaal 6 maanden stage lopen of een studie volgen. Yeah. En dat vind ik ook super leuk. Dat lijkt me heel leuk, want ik ben ervan overtuigd. Als jij op een andere plek woont in je eentje, dat je als persoon veel meer kan ontwikkelen, inderdaad. En dat is een hele grote motivatie voor mij om dit gewoon goed te doen. Voel jij je thuis op deze school? Nou ja, ik ben net begonnen. Maar qua mijn klas en de mensen die erop zitten, vind ik het wel heel leuk. Want er zitten heel veel international mensen, dus mensen buiten Nederland in mijn klas. Of mensen uit Dominicaanse Republiek, uit 2 mensen uit Marbella, uit Londen. Dus je leert automatisch ook veel meer. Je leert anders denken, hoe andere culturen denken. Dus dat vind ik wel heel leuk. Als je deze school een cijfer mag geven, of de opleiding tot nu toe? Tot nu toe, een cijfer? Ja. Ik denk 6,5. 6,5, magertjes. Ja. Want ik heb het, want deze opleiding is vernieuwd. Ze hebben het hele programma veranderd. Mm-hmm. En wij zijn het eerste jaar van het nieuwe programma. Dus ze hebben er een paar dingen. Ja, ze hebben er een paar dingen ingegooid waar ze nog niet goed over nagedacht hebben. En wij zijn er dan de dupe van. Yeah. Dus sommige dingen kunnen veel beter, maar het is geen onvoldoende. En heel veel dingen gaan ook goed. Dus ik. Jullie zijn een soort van testfase. Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Ja. Hallo. Hi. Hoe gaat het met je? Goed, met jou? Ja, ook goed. Stel jezelf eens voor. Ik ben Shoda, ik ben net 17 geworden en dit is mijn eerste jaar op het HVA en ik doe bedrijfseconomie. En bevalt het? Het is je eerste jaar? Tot nu toe bevalt het me wel, maar ik was niet zeker van mijn keuze van deze opleiding. Maar ik heb meer zoiets van, het is school en ga ik wat leukers vinden dan deze opleiding. Dat is het. Ik denk, tot nu toe denk ik van, nee, dat gaat niet. Nee? Nee, ik vind het wel oké, hoor. Alleen,
ik zie er persoonlijk meer tegenop om nog 4 jaar lang naar school te gaan. En in dat geval heb ik zoiets van, ga ik een leukere opleiding vinden dan dit? En dan denk ik van, nee, ik ben wel tevreden. Nu gaat het voor deze opleiding. En wat kan je met deze opleiding doen? Deze opleiding is echt de financiële kant van het bedrijfsleven. Dus je kan richting boekhouder, controller, consultant, dat soort dingen. Dus het is heel veel met cijfers en zo. Oké. En wat deed je voor deze opleiding? Hiervoor heb ik mijn HAVO gehaald op het CIO. En de overgang van de middelbare school naar hogeschool, hoe is dat voor jou? Ik kende al wat mensen die op de hogeschool zaten, dus ik was er wel op voorbereid in die zin. Mm-hmm. Maar als je dat niet hebt bijvoorbeeld, dan is de overgang is wel echt een stap. Want op de middelbare school, ja, je handje wordt wel vastgehouden, om het zo te zeggen. Je hebt een mentor en zo. En als hun zien dat het niet goed met je gaat, dan grijpen hun in. En nu is het zeg maar tegenovergestelde. Jij moet ingrijpen als er met jou iets is of jouw cijfers zijn slecht. Maar ik heb daar persoonlijk geen moeite mee. Maar ik snap wel als de overstap voor iemand anders wel heeft. Oké, dus dan eigenlijk zeg je dat je daar wel discipline voor moet hebben. Ja, en want je moet het gewoon zelf doen, zeg maar. Je moet het gewoon zelf doen. Als jij juist aan het materiaaltje doet, dus maakt het niemand eruit. Zeg maar. Dat is wel echt voor jezelf. En hoe vind je de klas? Ik ben zelf niet heel sociaal aangelegd, maar mijn klas bevalt me wel. Het gaat van 16 tot 28 en mbo'ers, havisten, van alles wat. Maar het is niet, ik had gedacht dat misschien daar problemen mee zouden komen, want ja, als je 17 bent en er zit iemand van 28 in klas, weet je. Iedereen heeft een ander leven, maar dat is totaal niet zo. Iedereen is heel gezellig tegen elkaar. En we zitten wel allemaal bij die instelling van we moeten het allemaal halen en dat is een beetje waardoor je... Jullie motiveren elkaar wel. Precies, ja. Oké, en voel jij je thuis op deze school? Zover je thuis kan voelen op je school, voel ik me wel thuis op deze school. Want ik weet niet, er hangt niet echt een nare sfeer of zo. En ja, precies, mijn klas is ook gewoon fijn, dus dan is het ook... gaat alles wat makkelijker en je kan ook, als je wel even alleen moet zitten, zijn er genoeg plekken waar je heen kan gaan. Dus tot nu. We zijn aan het einde gekomen van de eerste aflevering van B-School. Het heeft een beetje een andere wending gekregen, maar dat mag de pret niet drukken. Maar de leerlingen, de studenten waren heel erg enthousiast. En als ik een conclusie mag trekken, zijn ze zeer tevreden over hun school en de opleiding. En voelen ze zich gewoon thuis. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn YouTube kanaal Sherelle Ish, te delen en te liken. Doei doei!